Het heeft natuurlijk afgelopen dagen ook hier veel geregend. Heeft u zin in lekker in de modder kamperen? Nee. Daarom ik ook vroeg, dan kan ik een beetje een droog plekje opzoeken. Van over heel de wereld zijn mensen naar Tilburg gekomen voor het Roadburn Festival. Komende dagen zullen de Roadburn-gangers door heel de stad genieten van heavy metal, metal, rock, punk, jazz en klassieke muziek. Donderdag begint het festival, maar woensdagmiddag druppelden de eerste campinggasten al binnen. We kunnen het gasveld niet gebruiken in het spoorpark, dus we zijn alternatieve stukjes van het park gaan gebruiken. I'm from Switzerland. I came here by bike, arrived on Monday evening, and yeah, took me 3 days. I didn't sleep one night, I just paddled through. We hebben afgelopen dagen best wel regen gehad en ook hagel en onweer en windstoten. We hopen maar dat het mee gaat vallen allemaal. It's April. You have to be prepared for pretty much anything in terms of weather, because it can turn really fast. So take enough warm stuff and have a good tent. Camping in hailstorms is always fun, right? yeah, it is what it is. Sometimes you get rained on, but yeah, it's still gonna be fun. Kijken jullie een beetje op tegen het kamperen in de modder? Nee, niet. We zijn het wel gewend. Hoort er een beetje bij? Ja, word je hard van. Het voorbereiden op de roadburngangers, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Want die mensen die kennen we en die, we weten dat ze zich super netjes gedragen. Het voorbereiden op het terrein was wat moeilijker dit jaar. Ik heb wel dikke zin in, ja. I am happy to find out who is amazing this year. After pedaling a lot, it's good to sit down and listen to a bit of music, yeah. At the end of the day, I'm 12 hours listening to music, and then the 8 hours I'm crashing here in the tent. That will be nothing.